ik zet me in voor een ander door op maandag de post te sorteren en in de vakjes te gooien. En op donderdag en vrijdag ga ik de routes lopen. Ik draag voor mijn andere, voor het stelverhaal, voor het delen met een andere. En ik doe de post in dinsdagochtend. Ik zet me in voor een ander. En ik werk bij de catering van Pamaya. En ik doe daar helpen met broodjes klaar. En ik ga met warme keuken helpen. En spoelkeuken helpen. En ik help salades maken en zo. Ik zet mezelf in voor een ander. Met iemand meelopen naar de winkel om de boodschappen te doen. Het kan zijn voor een praatje. Het kan eigenlijk voor alles zijn. Het zijn eigenlijk duizend en één dingen. De veranderingen in de zorg gaan steeds dieper en steeds sneller. Zelfredzaamheid van mensen staat voorop. Pas na de inzet van eigen netwerk en vrijwilligers komt professionele hulp in beeld. Mensen zoveel mogelijk in hun eigen huis ondersteunen wordt de leidraad. Tegelijk krijgen velen straks minder recht op ondersteuning. Hoewel onze maatschappelijke opdracht verandert, willen we de Pamaya-aanpak vasthouden. Daarom is de missie aangepast. Pamaya ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers, de lokale omgeving. We stimuleren dat mensen, zodra ze dat kunnen, zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet. Wat ik vooral belangrijk vind op het gebied van empowerment is dat je gewoon mensen op een gelijkwaardige manier op hun eigen niveau aanspreekt. Mensen serieus neemt, het vertrouwen geeft. Maar ook dat je ook inderdaad samen gaat kijken van wat zijn je mogelijkheden. Dat is gewoon heel belangrijk om mensen ook gewoon in beweging te brengen. Mensen spreken elkaar ook aan. Wat onze regel is dat je dat wel op een respectvolle en een vriendelijke manier doet. Ik zie toch dat bewoners onderling elkaar daar ook heel erg in op aanspreken. Van joh, waarom is dat niet gelukt? Kan ik je daarbij helpen? Ik betrek zeker andere begeleiders erbij. Het kan bijvoorbeeld de begeleiding van dagbesteding betekenen om iemand in zijn kracht te zetten. Ik zorg ervoor dat ik resultaatgericht blijf werken. Waar staan we? Hoe vind je het? En waar wil je naartoe? Wat wil je nog meer bereiken? Empowerment voor mij betekent dingen ophalen waar je vroeger goed in was. Ook nieuwe dingen aanleren. Je moet de vrijheid en de mogelijkheid hebben. En de stimulans die moet dan echt vanuit de begeleiding en van onderuit de groep van de cliënten zelf komen. Om elkaar te motiveren en te stimuleren. Met vriendelijkheid bereik je veel meer als een begeleider gaat zeggen, nou, ik vind voor u wat u dat nog eens moet doen. Mijn begeleider heb ik me opgeholpen voor die fotograferen. En dan heb die ondersteunen mij goed. Dat ik nu verder kan gaan ontwikkelen met foto's te bewerken en ook voor de juffie Jans en ook voor Rotterdam handwerk. We merken dus dat Robert zelfstandig is geworden door een hele hoop dingen die Pamaya dus voor hem heeft gedaan. Ze hebben hem de kans gegeven om cursussen te volgen. Zij hebben hem ook daar in contact gebracht met Accent, dat is een avondschool, waar hij dus de fotografie heeft gevolgd. Robert is sinds hij bij Pamaya werkt veel positiever geworden. Hij ontwikkelt zich fantastisch. Want vroeger deed hij heel weinig, maar nu doet hij ontzettend veel. Ik voel me nu beter door fotograferen. Ik doe veel plezier naar naartoe. Ik ga vaak hier naartoe, want ik vind het heel leuk om te werken. Mij moet de warm gaan behandelen, want je moet flink tegen mij zeggen. Als ik niet hun doe, dan loop ik gewoon weg. Ik merk dat Pama een andere koers is gaan varen, door zeker bij Pyramid GZ bijvoorbeeld. Dat de cliënten de gelegenheid hebben om met andere middelen zeg maar, aan hun eigen empowerment te werken. Ik ga zeker anders te werk door, inderdaad, zoals ik inderdaad zei, met de studie sterkte. Je gaat vanuit van de kracht van de cliënten en wat ze zelf al kunnen en daar ga je op bouwen. Wij hebben gemerkt bij Robert dat hij best wel verlegen was. En dat hij af en toe een steuntje in de rug nodig had om hem te vertellen waar zijn kwaliteiten lagen. Waar hij gewoon goed in was en daar ook gewoon verder mee te kunnen gaan. Het lukt binnen het team om de missie van Pamaya concreet te maken door het regelmatig over empowerment te hebben. Door te kijken, goh, wat betekent dat nou voor iedereen individueel en wat betekent dat ook voor het team zelf.
daardoor kijken we heel erg naar de taken. Van goh, welke taken sluiten nou bij iedereen aan? En waardoor komt iemand nou in zijn kracht? Ook gewoon individueel. En daardoor kom je als team ook in je kracht. Dat je ook aan kan geven als je iets niet kan. En dat het niet zozeer te maken heeft met falen. Maar dat iemand anders die kwaliteiten heeft daarvoor dat van jou overneemt. Jou daarbij ondersteunt. Een zelfsturend team is een team dat zelf eigenlijk heel zwart-wit de beslissingen neemt. En natuurlijk heb je nog wel altijd contact met je manager. Maar doordat we een takenmatrix hebben aangelegd waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, maak je je team zelfsturend en haal je een hoop overbodige schijven ergens tussenuit. Je kan veel sneller direct actie ergens op ondernemen. Ik ga wel met meer plezier naar mijn werk doordat empowerment zo wordt toegepast, zowel binnen teams als bij cliënten. Ik vind het leuk om te zien dat als collega's dat doen wat ze leuk vinden, dat ze daardoor heel erg groeien. En datzelfde geldt natuurlijk voor cliënten. Mijn persoonlijke inbreng hier in de buurt is het helpen met het organiseren. De laatste keer van Burendag. In de buurt zijn wij in contact gekomen via het Avri-ontbijt. Dat is een netwerkontbijt van verschillende organisaties. Ideeën uitwisselen en adressen uitwisselen, zodat je weet wat waar zit. Kan ik mij profileren op zo'n Avri-ontbijt van ik heb hier een PC-corner. Dus mensen met computerproblemen, die kunnen een computertje bij mij brengen. En die wordt dan aangekeken voor weinig geld. Meedoen aan deze activiteiten, zorgen ervoor dat ik niet in een isolement zit, maar dat ik meer onder de mensen kom en ik leer mensen beter kennen. Kijk, eerst stond er allemaal grote schotten voor. En dan was het helemaal verwaarloosd, hè? Er werd er helemaal niks aan gedaan. Maar nou wel. Ja, goed hoor. En ze hebben altijd een praatje voor je, weet je wel, en hoe het gaat met je en altijd. En als ik ze tegenkom, dan zit ik altijd met ze te praten en met die andere mensen ook. Als Paarmeijer werken we nu samen met Maatschappelijk Herstel. Dat zijn de buurtpapa's en de buurtmama's eigenlijk, die mensen thuis weer begeleiden. We werken samen met, dat is Bouwman dan eigenlijk ook. We werken samen met bewonersorganisaties hier in de straat, met ondernemers hier in de straat. Ik kom aan vrijwilligers door vacatures te plaatsen op de CVD-site, Centrum voor Dienstverlening en op de Paarmeijer-site. De vrijwilligers die zich op het moment inzetten, dat is op allerlei vlakken. En dat kan van heel klein zijn, van een kopje koffie, tot een dagje uit met iemand. En de mensen haal je uit hun sociaal isolement om zoiets te doen. En dat is zo belangrijk, want je ziet dat het netwerk vergroot en dat mensen zich veel beter gaan voelen. Ik werk 2 dagen per week als vrijwilliger bij Paarmeijer. Ik doe best computerlessen geven hier in de computerruimte of bij mensen thuis langsgaan om problemen op te lossen. Ik werk op deze locatie ongeveer 4 uur, 2 dagen in de week als vrijwilliger. En ik kook 1 keer in de week, dat is op maandag, bij naschoolse opvang. En dan kook ik voor 7, 8 kinderen. Hoe behandel je cliënten? Je behandelt ze als alle andere mensen en probeer in te spelen op hun gevoel en emoties. Want het zijn geen andere mensen dan wij allemaal. Het kwartier maken, het aparte dingen doen, het inbreien van lantaarnpalen en straatmeubilair. Ja. Het tegeltjesmozaïeken. Dat zijn dingen die. Dat is nieuw, dat is apart. Daar moet iedereen om lachen en iedereen doet er ook al mee. Ik zie dat allemaal anders zijn, dat heeft eigenlijk in hoofdzaak alleen maar voordelen. Okay. Dat betekent ook dat iedereen zijn aparte eigen invalshoek heeft. Tot als je met verschillende groepen in gesprek raakt, tot er oplossingen naar voren gedragen worden die je normaal gesproken niet zou verwachten. Want iedereen zit in een Nederlandse kaaskop, van mijn leeftijd, die zit in zijn eigen calvinistische denkstramien. En als daar een alternatief ook tussendoor komt, of er komt iemand uit Ethiopië of Ghana of waar dan ook tussendoor, die kijken heel anders tegen dingen aan. En dat betekent dat je soms tot oplossingen kan komen bij vraagstukken,
waar je zelf niet op zou komen, maar waar je met z'n allen dus wel achter komt.